ben nummer 2 op de kandidatenlijst van Almelo Centraal. Wat willen de inwoners, wat willen zij en op welke manier willen zij hun leefomgeving verbeteren? Er wordt nu te veel vanuit de bureau bekeken en te weinig gecontroleerd en gecheckt of wat men bedenkt ook passend is voor de doelgroep waar het voor bestemd is. Zo is dat ook met de begroting en met het perspectiefnota. Ook daarin moet je eerst kijken van wat willen we eigenlijk, wat willen de inwoners van Almelo. Elke wijk verdient zijn eigen wijkcentrum. En dat kan dus zijn dat er, zoals bijvoorbeeld in de Schelvorst, een wijkcentrum staat dat heel goed door eigen bewoners kan worden gerund. Nou, daar moet de gemeente van afblijven. Zijn er wijken waar helemaal geen wijkcentrum, waar geen behoefte is aan een wijkcentrum, dan doen we daar geen wijkcentrum. En daar waar wijken zijn waar wel een behoefte is, maar waar mensen moeite hebben om dat zelf te runnen, daar zal de gemeente dan extra voor moeten investeren. Een tweede wat wij vinden is dat het ophalen van papier is afgeschaft. En daardoor is er voor veel organisaties en clubs zijn er financiële middelen weggevallen. En wij vinden dat Almelo Centraal vindt dat dat papier weer terug moet en opgehaald moet worden door de organisatie, zodat zij zich beter kunnen bedruipen, omdat zij dan meer financiële armslag krijgen. En ons derde punt is het groenonderhoud. We vinden dat in Almelo door de financiële perikelen er te veel bezuinigd is op het onderhoud. Daardoor zie je in de steden, in de straten het onkruid opgroeien. En dat is geen visitekaartje voor Almelo. Dus deugen, dienen en durven. Deugen om te zeggen van afspraak is afspraak. Wat we zeggen, dat doen we. En wat we doen, dat zeggen we. Dienen is de inwoners laten meepraten met datgene wat je wil. En en durven is ook dingen aan de kaak te stellen, vooral ook in de raadzaal, die niet kloppen. En daarom deugen, dienen en durven.